Ik vind het belangrijk dat er meer aandacht besteed gaat worden aan de verdeling tussen arm en rijk. Deze week zag ik een rapport van Oxfam waarin werd aangetoond dat de 8 rijkste mensen van deze wereld evenveel welvaart bezitten als de armste 50% van de wereldbevolking. Een soortgelijk kloof zien we in Nederland ook. En ik vind het belangrijk dat we die rijkdom en welvaart met elkaar delen. Het is tijd voor verandering. Omdat we op dit moment een minister-president hebben die zijn eigen volk probeert te verdelen. Omdat we politiek leiders verdienen die zich niet neerleggen bij polarisatie, racisme en discriminatie. Een samenleving waarin er ruimte is voor verschillen en waarin we deze ook respecteren. Ongeacht je huidskleur, religie of achtergrond. Dat alle Nederlanders weer alle Nederlanders worden. Overal. Nederland is ook van ons. Kom je eindelijk uit de kast? Durf je eindelijk jezelf te zijn en te zeggen wie je bent? En dan zeggen wij, ik heb er geen problemen mee, zolang je maar normaal doet. Zolang je, ja, maar weer de kast in gaat. We lijken allemaal veel meer op elkaar dan we denken. We moeten het samen doen. Ik vind het heel erg belangrijk dat er meer aandacht komt voor de positie van leraren. Dat de bio-industrie wordt afgeschaft. Dat we in de zorg er kunnen zijn voor de mensen die ons nodig hebben. Dat we daar de tijd en aandacht aan kunnen besteden. Dus daar moeten we aan werken. Dat moeten we gewoon nu gaan doen. Ik word blij van al die mensen die zich inzetten voor kunst en cultuur. Voor jongeren die in een werkervaringsplek zitten. En ik vind dat het tijd is voor verandering. Omdat vrouwen nog steeds minder verdienen dan mannen. Ik vind het belangrijk dat onze rechtspraak laagdrempelig is en laagdrempelig blijft. Ik vind het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de leerlingen en studenten van Nederland. De iets armere mensen die kunnen helaas niet studeren meer en kiezen ervoor om te gaan werken. Ik vind dat we ongelooflijk hard moeten werken aan een betere wereld. Ik denk dat er meer aandacht komt voor de sluiting van deze kerncentrale in Borselen. Ik wil een kabinet dat dit probleem in al zijn grootte erkent. We moeten in Nederland voorop gaan lopen en investeren in groene initiatieven. Omdat ik een betere toekomst verdien. Het is tijd voor verandering. En omdat we politiek nodig hebben die verbindt in plaats van verdeelt. Verandering begint bij jezelf. En daarom stem ik 15 maart op GroenLinks. Dag.